Eline, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Jij was wel verrast eigenlijk, denk ik, hè, dat de minister positief reageert op je uitnodiging. Ja, nou en of, heel verrast. Ik had het niet verwacht en ook niet zo snel en ook niet dat hij allemaal... zelf heeft gereageerd op de berichten. Dus dat is heel erg leuk. Ik ben nu ruim 2,5 jaar wijkverpleegkundige. Ik ben begonnen hier in dit gebouw op de Koekoek op een PG-afdeling. Oh ja. Dat was toen nog helemaal leeg, dus dat heb ik helemaal mogen opzetten. Kleinschalig wonen, dat was heel erg leuk. Ja. Alleen in de wijkverpleging zag ik toch nog veel meer uitdagingen. Hoeveel procent van jouw tijd denk je dat je kwijt bent aan administratieve lasten? Ik denk tussen de 40 en de 50 procent. Want kijk, als je zegt 40, 50 procent, mm-hmm. dan heeft het voor een deel heeft het ook te maken gewoon met de taken die je gewoon binnen de organisatie hebt om die zelfsturende teams op te bouwen en zo. Ook een deeltje, ja. Maar als het dan gaat over de administratieve taken die echt met je wijkverpleegkundige werk te maken hebben. Dus ja. De indicatiestelling, de rapportageverplichtingen en zo. Hoeveel is dat, denk je? Ik denk een kwart. Ik vind ze wel echt geweldig weer. Even tussendoor. De schoenen bedoel je? Ja. Maar dat kan er niet allemaal tegelijk op. Nee, dat niet. Je moet hem ook iets hoger houden. Dan staat mijn halve hoofd erop. Oeh, zo. Zullen we hem zo doen? Zullen we hem zo doen? Ja, lijkt me goed. Jij eerst en dan ik? Stel nou dat u de HBOV had gestudeerd. Waar zou je willen werken? Ik zou kiezen voor de jeugdzorg. Voor de jeugdzorg? Voor de jeugdzorg. Maar alle sectoren van de zorg zijn mooi. Nou, dit scheelt voor mij heel. Heerlijk. Ik dacht, ik kom even helpen. Ja. Om te druppelen is het een speciale toiletverhoger voor Parkinson-patiënten. Is het een koppelingstuk van een katheterzak of is het een vervanging van een kogger? En een kogger is een soort schaar waarmee je slangen kan afsluiten. 4, 3, 2, 1, bel! En we hebben... Ja, wat is dat nou? Wat is dat? Oh, ik zie het alweer hoor. Ik zie daar een beetje vals spelen, dus ik zag heel duidelijk een A, dus die ga ik meerekenen. Hé, hey, mevrouw van den Berg, wat vond u ervan? Ik vond het heel goed. Ja? Ja. Vond u het gezellig? Ah ja, het ging gezellig bij mij, hè. Ja. 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 Meneer Van Maren? Ja, hij is goed op de hoogte. Goed op de hoogte is hij? Ik vond het leuk. Vond het gezellig. Hij was goed geïnformeerd. Nieuwe rol aan. Had ik de indruk. Nee, bedankt. Ja, die nee, zei. Leuk. Mooi. Ja. Zo, ik ben weer thuis. De goede jongen is weg. De cliënten zijn thuisgebracht. En poef, ik sta best wel strak van de adrenaline, moet ik zeggen. Het was echt onwijs gaaf. Ik heb nog met Hugo dus gevlogd. We hebben elkaar veel vragen gesteld en gesproken over 2019 onder andere. Over de administratieve lasten van de wijkverpleging. Maar ook gewoon over hoe mooi het vak is. Dus het was echt onwijs gaaf om te doen. En nu ga ik me maar klaarmaken, want zometeen op naar RTW Utrecht. Voor het programma U Vandaag Live. Dus ik moet eventjes mijn hoofd leegmaken, merk ik. Dit is onze studio. Wat gaaf zeg. Ja, vind je het mooi? Ja, tuurlijk. Superleuk. Echt leuk. Nou, wij zitten zo meteen aan die tafel. En het grappige is, we hebben allemaal camera's aan die kant. Ja? Maar we hebben geen cameramensen. Dat zijn robots. Die gaan rijden zo meteen. Echt waar? Wauw. Nee, ik heb net Rob de Waard ontmoet, de presentator. En hij heeft me helemaal de studio laten zien en hoe het werkt. En echt superleuk om dat allemaal een beetje te zien. En schijnbaar is dit niet goed genoeg, want ik moet echt nog even de fysiologie. Dus dat ga ik nu maar even doen. Ja, dat is niet best. Dat is niet best. Dus dat ga ik nog even doen en dan gaan we echt beginnen. Oké. Okay. Nou, we beginnen eigenlijk... Oh, kijk. Oh, wauw, dit is echt een hele gekke dag geweest. Er is zoveel gebeurd. Dus ik moet het allemaal nog heel erg gaan verwerken, merk ik. Maar dat komt wel goed. Ik heb er heel erg van genoten net. Het was heel leuk en heel spannend. Ik had een kriebeltje in mijn keel, dus het was aan het einde een beetje kuchen geslagen. Dus ik heb wel een liter water gedronken of zo. Maar het zit erop. Ik heb genoten van deze dag en ik zal heerlijk slapen vannacht, denk ik. Tot de volgende.